onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij gemeente op Psalm 135 het eerste en het achtste vers. Vers 1: prijs de naam van uwe God, Heere knechten hier vergaard. En vers 8: van geslachten tot geslacht wordt naar onze dure plicht bij het volk uw gunst herdacht. Psalm 135, het eerste en het achtste vers. Gemeente, doen wij belijdenis van ons ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat vanmiddag met enkele woorden naar de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1,
artikel 1 tot en met 4. En zingen wij daarna Psalm 119, vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Psalm 119, vers 69. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en des vloeks en eeuwige dood zijn schuldig geworden, zo zou God niemand ongelijk hebben gedaan indien hij het ganse menselijk geslacht in de zonde en vervloeking had willen laten en om de zonde verdoemen. Volgens deze uitspraken van de apostel, de gehele wereld is voor God verdoemelijk. Ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En de bezoldiging der zonde is de dood. Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat hij zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goede tieren, verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie hij wil en wanneer hij wil, door wie dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus, de gekruisigde. Want hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Die dit evangelie niet geloven, op die blijft de toren Gods. Maar die het aannemen en de zalig maken Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die worden door hem van de toren Gods en van het verderf verlost en met het eeuwige leven begiftigd. Amen. Gemeente, openen wij vanmiddag de schrift in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar Johannes. Lezen wij Johannes 1, vers 1 tot en met 18. Johannes 1, de eerste 18 versen. In de beginne was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in de beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen.
Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij alle door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtig licht, het welk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit den bloede, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende: deze was het, van wie ik zei, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eerst dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover de schriftlezing voor deze middag. Laten wij nu samen bidden. Heere grote en heerlijke God, hoe onuitsprekelijk zijn de werken van uw hand. En u toont dat, Heere, op allerlei wijze, ook in ons leven en in de geschiedenis van een gemeente. U hebt dat bovenal, Heere, getoond in het zenden van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. We hebben immers beleden dat u in uw goedheid uw Zoon gezonden hebt in deze wereld. We hoorden het vanuit de schriften die van u getuigen. En wij mogen, Heere, weten vanuit uw woord dat u, om de goede boodschap van het heilig Christus bekend te maken aan mensen, andere mensen wilt gebruiken en wilt zenden in uw dienst. En in dat teken mag ook deze dienst op deze door de weekse middag staan. Wij bidden u, Heere, wilt u uw zegen verlenen wanneer wij hier samen zijn en wanneer een van ons vanmiddag opnieuw in het ambt van dienaar van het woord zal worden bevestigd, aan een nieuwe gemeente zal worden verbonden. Wij dragen in het bijzonder dominee van Kolten aan u op en wij bidden van u: Heere, geef het licht van uw aangezicht over hem, en dat hij zich daarin mag verblijden en daardoor getroost en gesterkt zal worden op zijn weg. En geef dat hij, zoals eenmaal Johannes de Doper dat was, een vriend van de bruidegom mag zijn in het midden van de gemeente van Scherpenisse, om uw woord te bedienen en te verkondigen. Niet zijn mensen zijn eigen woord te brengen en niet aan de gemeente bekend te maken wat zijn overleggingen en wat zijn gedachten zijn, maar niet meer en ook niet minder te verkondigen dan wat u in uw woord spreekt. Wat is het, Heere, een onuitsprekelijke genade wanneer u het een mens geeft om een trouw dienaar van uw woord te zijn. Wat een onbegrijpelijke goedheid wanneer u dat geeft. En wij bidden u om die genade voor hem die bevestigd zal worden, verbonden zal worden aan de gemeente van Scherpenisse. En geef dat hij, te midden van alles wat er ook in de afgelopen tijd geweest is, en staande aan het begin van zijn ambtelijke dienst in het midden van deze gemeente, de rust en de vrede van uw woord mag smaken, de vrede in Christus, en dat hij niet anders verlangt en begeert dan een trouw dienaar van u te mogen zijn, in het bijzonder in de verkondiging van uw woord, maar ook in al het andere werk dat hij zal verrichten in het midden van de gemeente. Maak zijn gang en treden vast in uw woord. U bent de grote herder der schapen. En u wilt uw werk voortgang doen vinden tot aan het einde der dagen toe. U zendt dienaren waarheen u wilt en wie u wilt. En wanneer? Op uw tijd.
Heren, wij bidden van u. Wilt u dan geven dat onder de bediening van dominee van Kolten in het midden van deze gemeente uw machtige arm zal zijn uitgestrekt over de gemeente. Ontbloot, Heren, uw machtige rechterarm. Laat die werken in de kracht van uw woord en van uw heilige geest. Omdat er diepe verwondering mag zijn in het midden van de gemeente over de werken van uw hand. En dat in het midden van de gemeente verteld mag worden door ouderen en door jongeren wat een groot en een heerlijk God u bent. Heren, wees toch nabij. En wilt u in uw barmhartigheid, o Heer Jezus Christus, uw voetstappen zetten in het midden van de gemeente, de verkondiging, de bediening van uw woord zegenen. Wilt u het licht doen opgaan in de duisternis van mensen, maar wilt u ook wasdom en groei geven in de kennis van u. O God van alle barmhartigheid, het kan toch niet zijn dat u de werken van uw hand halverwege laat varen. En dat u ze gebroken laat worden door het geweld van de boze en van de hel. De poorten van de hel zullen uw gemeente niet overweldigen. En laat dan de kracht van uw woord ondervonden worden. Laat het ervaren worden in het midden van de gemeente door ouderen en door jongeren. Dat u nog altijd dezelfde God bent die u de geslachten door geweest bent. En u hebt, Heren, van geslacht tot geslacht ook gewerkt in het midden van de gemeente van Scherpenisse. Hoe lang al, hoeveel eeuwen al. Hoeveel zondaren zijn op deze plaats geroepen uit de duisternis en gebracht tot het licht van uw koninkrijk. Heren, wilt u geven dat dat werk machtig en heerlijk voortgang vindt boven bidden en boven denken. En wilt u daartoe, dominee van Kolten, alles geven wat hij nodig heeft om gesterkt door uw machtige hand en volvaardig van gemoed te arbeiden in uw dienst en tot zijn verwondering te zien dat u de grote hoorders der gebeden bent. Heere, verblijd hem met zegen op zijn werk, ook met zegen in zijn persoonlijk leven. En wat is het waar dat uw wegen anders zijn dan onze wegen en dat uw gedachten anders zijn dan de gedachten die wij koesteren in ons hart. Maar u bent God. En wij zijn mensen. Uw raad wordt vervuld. En het woord dat gij laat uitdragen door uw dienaren zal niet ledig tot u wederkeren. Heere, bevestig dat. En laat het werk van uw handen gezien worden. Zegen ook het gezin. Mevrouw van Kolten en de kinderen, wij mogen hen aan u opdragen. Heere, wilt u hen alle nabij zijn. Veel kan door hen heen gaan. Juist ook in deze ogenblikken hier in deze kerk. En wij bidden van uw bezoek hen met uw ontferming en met uw barmhartigheid. En geef dat hun oog, Heere, geslagen zal zijn op u, de levende God. En dat zij ervaren dat het niet te vergeefs is om u te verwachten en uit te zien naar de werken van uw hand. Wij bidden van u, wilt u elk van hen nabij zijn naar uw barmhartigheid en naar de rijkdom van uw genade. Heren, wij bidden u voor heel de gemeente. En wilt u het dan zo maken dat terwijl u eenmaal in de volheid des tijds uw zoon gezonden hebt tot een licht dat is opgegaan in de duisternis, dat zo dan ook vandaag, even na de geboorte van uw zoon, het licht van de zon der gerechtigheid de gemeente zal bestralen en dat genezing gevonden wordt onder zijn vleugels. Want onder zijn vleugels zal genezing zijn. Tot in der eeuwen eeuwigheid. Heren, wij bidden van u. Zegen, gedenk uw kerk overal in deze wereld. Ook in ons land, te midden van alle noden die er zijn. Want we kunnen er niet omheen en we mogen er niet omheen, ook in onze gebeden, dat er veel nood, verwarring, verscheurdheid van uw kerk gevonden wordt. Ook in ons land, o God, strek uw almachtige arm over ons uit. En wilt u wonderen doen en geef, dat zoals wij het gezongen hebben, van geslacht tot geslacht uw gunst zal worden herdacht. En de grote werken van uw hand zullen worden verkondigd in de bediening der verzoening. En de prediking van uw woord niet ijdel zal zijn, maar kracht zal hebben door de Heilige Geest. En dat zo, Heere, tot onze grote verwondering, uw trouw zal schitteren. Uw heerlijkheid zal gezien worden. Bent u niet de getrouwe?
Bent u niet de Almachtige, van geslacht tot geslacht? Heere, zie ons aan in uw barmhartigheid. U kent ieder van ons, bezoek ons met uw heil. En wilt u in de rijkdom van uw genade een gezegende dienst van uw woord schenken, om Christus wil, en in de vergeving van al onze zonden, tot lof van uw grote naam. Amen. Psalm 72, het eerste en het zesde vers. Psalm 72, vers 1, geef Heer de Koning uw rechten. En vers 6, ja, elk der vorsten zal zich buigen. Psalm 72, het eerste en zesde vers. Thank you.
De tekst voor de prediking is Johannes 1, vers 6 en vers 7. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Gemeente, broeder van Kolten, is het niet een heel grote en plotselinge overgang hier in het bekende begin van het Johannesevangelie, wanneer Johannes eerst schrijft over het woord dat vlees is geworden? En we weten dat het dan gaat over de eeuwige Zoon van God, die gezonden is door de Vader in deze wereld, die van eeuwigheid af bij de Vader was, en door wie alle dingen gemaakt zijn. En Johannes schrijft dan, en het zijn woorden waarbij we als het ware gaan duizelen in wie het leven is. En het leven is het licht der wereld. En bij het lezen, bij het horen, ik weet niet hoe het u vergaat vanmiddag, bij het lezen, bij het horen van deze woorden, beseffen wij, het kan toch als het goed is niet anders, dat wij maar mensen zijn die dit alles bij lange na niet kunnen bevatten en niet kunnen doorgronden. Wat hier in deze bekende woorden gesproken wordt. Wat een duizelingwekkende hoogte eigenlijk in deze woorden van de evangelist Johannes. En het leven was het licht der mensen, het licht schijnt in de duisternis. En dan plotseling, en dat bedoelde ik met die grote en die onverwachte overgang eigenlijk, dan plotseling gaat het over een mens, Johannes, door God gezonden. Wat een verschil. De eeuwige Zoon, het Woord, en dan een mens, door Gods hand gezonden. Johannes de evangelist wordt wel eens aangeduid als de adelaar onder de evangelisten. Maar dan lijkt Johannes in het schrijven van dit gedeelte wel als een adelaar, die het ene moment zich onzichtbaar hoog in de lucht verheft, en dan pijlsnel als het ware neervalt op de aarde. Het eeuwige woord dat bij God was. En dan een mens, Johannes. Ik weet niet of u vanuit uw eigen leven het onderscheid kent tussen uzelf en Christus. Toch hebben ze met elkaar te maken. Dat blijkt hier heel duidelijk. En blijkt er een onlosmakelijk verband te zijn tussen dat eeuwige woord dat door de Vader gezonden is en Johannes, de voorloper, de herald. Er staat in vers 5, en het licht schijnt in de duisternis. Dat ziet op de menswording van het woord van God. Maar gemeente, er is meer in dat woord. Het licht schijnt in de duisternis. Je zou kunnen zeggen, dat gebeurt ook en dat vindt ook voortgang in de dienst van Johannes de Doper. Wanneer Christus als het ware als de koning de herald voor zich uitzendt. En wanneer door Johannes op hem gewezen wordt, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Het eeuwige woord, zo weten we immers, wil gebruik maken van mensen om als een licht te gaan schijnen in de duisternis van mensen. En Christus, zo hebben we beleden, zendt ook vandaag zijn dienaren tot wie hij wil en wanneer hij wil. En door de dienst van mensen wil hij als het licht schijnen in de duisternis. Jawel, het gevaar is zo groot, gemeente, dat wij er helemaal aan gewend zijn om te horen dat de Heere bij zijn werk gebruik wil maken van mensen. Dat we nauwelijks van opkijken als dienaren van het woord en ook als gemeente tot wie de verkondiging komt. Maar het is toch niet gewoon, het is toch niet vanzelfsprekend dat de levende God u bezoeken wil met woorden van eeuwig leven. Het is toch niet vanzelfsprekend dat Christus mensen ophaalt uit de duisternis van de vervreemding van God. Wat een machtig werk van zijn hand. En dan zijn er in het begin van onze tekst in vers 6 duidelijk twee kanten. Het gaat dan over Johannes de Doper. Hij is mens en hij is door God gezonden. De moeite waard om er even naar te kijken vanmiddag, zowel voor een dienaar van het woord die op het punt staat bevestigd te worden, verbonden te worden aan een tweede gemeente, als ook als gemeente. Er was een mens. Je zou eigenlijk hier ook kunnen lezen, er werd een mens.
Soms zien we gemeenten dat in het Oude Testament bijvoorbeeld dat de Heere opstaat om zijn volk Israël te verlossen. En dat hij dan mensen, bijvoorbeeld profeten, doet opstaan als instrumenten in zijn verlossend werk. Zo kun je hier lezen eigenlijk, er stond een mens op, omdat God hem gaf. Hij werd Johannes de Doper. Hoe kwam dat zo? Waar kwam die mens vandaan? Ook de jongens en meisjes die vanmiddag hier in de kerk zijn, zullen wel weten dat dat met Johannes de Doper heel bijzonder was. Zacharias en Elisabeth waren immers al oud geworden en konden toch onmogelijk meer hopen op de geboorte van een kind, van een zoon. We mogen aannemen dat ze alle hoop al hadden opgegeven. En dan wordt Johannes de Doper geboren als een wonder van Gods hand. En zo komt deze man tot het volk als een gave van de Heere. Een grote gave Gods. Maar is dat vandaag anders? Wanneer een dienaar van het woord verbonden wordt aan de gemeente van Scherpenisse. Is dat dan zoveel anders? Is dat dan ook niet een onverdiende gave van Gods hand die de Heere wil geven? Ja, zegt iemand vanmiddag, hoe is dat allemaal gegaan met dominee van Kolten en hoe zat dat kerkelijk enzovoort? En waar komt hij precies vandaan? Nou, daar valt genoeg over te zeggen. Genoeg wat ons allemaal reden tot verontmoediging geeft. Maar gemeente, laat één ding overheersen vanmiddag bij u, in uw hart. Hij komt vanuit Gods gevende hand tot u. Er stond een mens op. Vanuit Gods hand. Omdat de Heere hier een taak voor hem heeft, wordt hij aan u verbonden vanmiddag. Zo liggen de dingen. En wees u daar maar veel mee bezig in het gebed. Een mens. Jawel, we weten dat Johannes de Doper een grote in het Koninkrijk Gods wordt genoemd. Wat zei Jezus ook alweer, onder degenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand als Johannes, niemand groter dan hij, dan de Doper. Maar een mens, dat bleef hij. Gemeente, uw nieuwe predikant is en blijft een mens. Dat betekent onder andere wat in uw hart te vinden is, dat is ook in zijn hart te vinden. Werkelijk hetzelfde. En wat hebben we dat ook als dienaren van het woord te beseffen, dat wij mens zijn en blijven. Wat is het ook in de afgelopen jaren gebleken, broeder van Kolten, dat wij mensen zijn. En dat we daarom geen enkele reden hebben om ons te verheffen voor God. Vlees, stof. Dat wil zeggen, gemeente, dat alles wat wij van onszelf verwachten, ook als dienaren van het woord, te veel is. En wij zeggen ook dat wij, als het goed is, met ons ambt geworpen worden aan de voeten van Christus, van Hem, die zijn kracht in de zwakheid van mensen volbrengt. Intussen, en dat is niet nieuw voor u als gemeente, intussen wil God gebruik maken van mensen om met mensen te handelen over hun eeuwige belangen, om met mensen te handelen over hun eeuwig behoud. Onder de verkondiging van dominee van Kolten gaat het erom dat er tussen God en uw hart zaken gedaan worden. Mag ik het zo even uitdrukken vanmiddag? En dat vooral hier op deze plaats, onder de verkondiging van uw woord, dat er zaken gedaan worden tussen God en u. Want daarvoor bent u in de kerk. En dan is het wonder van Gods neerbuigende goedheid, dat hij mensen wil zegenen en wil redden door de dienst van mensen. En laten we dat maar veel biddend overwegen voor het aangezicht van de Heer, een mens. Nogmaals, wat een verschil tussen Christus, het eeuwige woord, en Johannes de Doper. Johannes werd een mens. Christus was de eeuwige zoon van eeuwigheid af. En toch, middel in Gods hand. Een mens van God gezonden. Een gezant. Een ambassadeur van de Heer. Zo is de bedoeling in onze tekst, gezonden door hem. Jawel, gemeente, je kunt er genoeg mee te stellen hebben als dienaar van het woord, met dat punt van het gezonden worden en het geroepen worden. Hoeveel zijn er de eeuwen door niet geweest, en het zijn soms niet de minste uit de kerkgeschiedenis.
die op dit punt een hele strijd hebben uitgestreden voor het aangezicht van de Here. En voor wie een heel stuk aanvechting lag op dat punt van het geroepen en het gezonden worden. Niet altijd zijn de dingen even helder, zelfs niet bij Johannes de Doper, zo blijkt later. Maar ook in deze strijd wil de koning der kerk sterken en dragen door zijn doorboorde handen, in zijn heerlijkheid. Nogmaals, zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En er wordt in onze tekst dan niet zoveel over Johannes de Doper gezegd, dat ene in ieder geval wel, een godsgezant, gezonde van God. Maar dat is genoeg, gemeente. Een ambassadeur van de God van hemel en aarde. De gemeente van Scherpenisse ontvangt deze dienaar van het woord dan ook zo. Want u hebt iemand nodig die voor u staat, met name zondags. Jawel, ook bij andere gelegenheden, maar met name zondags. U hebt iemand nodig die voor u staat en die u van Gods wegen zegt hoe het erbij staat tussen God en u van huis uit. En die u daarom de nood van uw leven laat zien in de verkondiging van het woord. En dat kan een pijnlijk proces zijn. Maar die u tegelijkertijd van Gods wegen zegt wat de weg tot het behoud en tot het eeuwige leven is. In wie de zaligheid en het heil gevonden worden. De Heer Jezus Christus. Die als een andere vriend van de bruidegom zal zeggen in bewogenheid van zijn hart. Zie het Lam God dat de zonde der wereld wegneemt. Een ambassadeur van Gods wegen. Gemeente, zie toe wat u met een gezant van God doet. En dan heel kort de naam van deze mens, Johannes. Weten jullie het, jongens en meisjes, de betekenis van die naam, Johannes? God is genadig. Heel nadrukkelijk wordt deze naam aan Johannes door de Here gegeven. De buren van Zacharias en Elisabeth hebben er heel wat vragen over, begrijpen er niets van. Maar zo wil God het. Een naam die vooral gegeven is ook met het oog op zijn ambt. God is genadig. En dat kan Johannes verkondigen met het oog op Christus. En dat mag vandaag verkondigd worden in de bediening der verzoening. En dan wordt verder in onze tekst, en dan zijn we bij vers 7, de taak van Johannes genoemd. En daarmee tegelijkertijd ook zijn verhouding tot de koning die na hem komt. Het licht, het woord, Christus. Het moet duidelijk zijn wat zijn plaats tegenover Christus is. Johannes mag en Johannes wil ook de plaats van Christus niet innemen. Wat een zegen, gemeente, wanneer een dienaar van het woord niet anders wil en niet anders verlangt dan onder Christus te staan. En alleen maar eenvoudig instrument in de handen van Christus te zijn en te blijven. Ook dat. Wat een zegen, als ik niet meer verlang als dienaar van het woord. En het is belangrijk dat een gemeente beseft wat de plaats van een dienaar is. Gemeente, u kunt op twee manieren uw predikant beschadigen. Door buitengewone verering, de dominee zegt het en dus is het zo. Dat is de ene kant. En u kunt hem... Dat is de andere kant. U kunt hem op een tweede manier beschadigen door onbillijke en liefdeloze kritiek. Hier in onze tekst vanmiddag vinden wij het rechte gezicht op het ambt en op de plaats van Johannes de Doper en van dienaren van het woord de eeuwen door. Wat leerzaam voor ons. Of niet? Deze kwam tot een getuigenis om van hem van het licht te getuigen. Hij kwam. Dat is een historisch feit, dat zit ook in het woord dat Johannes hier gebruikt. Het was toen in de dagen van keizer Augustus, weet u wel, daar in Judea, ergens in het gebergte van Judea, daar gebeurde, daar werd Johannes geboren. Een mens, Johannes. En het is na alles wat vanmiddag gezegd is, wel duidelijk geworden dat we dat ook als dienaren van het woord hebben te beseffen, dat wij mensen zijn. Er zijn er helaas genoeg die nog geen honderdste van Johannes de Doper zijn, maar zich wel 100 keer zoveel verbeelden. En u vindt ze de eeuwen door en u vindt ze ook vandaag. En ze zijn een ramp voor de kerk en voor een gemeente.
En daarom is het nodig dat we dit weten. Mens te zijn. Hij is gekomen tot een getuigenis. Om van het licht te getuigen. Dat woord getuigengemeente neemt in het Johannesevangelie een grote plaats. En nu komt het voortdurend weer tegen. En dan gaat het eigenlijk steeds weer over het getuigenis van Christus. Mag ik een paar getuigenissen van hem noemen? De Vader getuigt van hem. Zo lezen we in het evangelie. En Christus getuigt van zichzelf. En zijn werken getuigen van hem. En de schriften getuigen van hem. Dus gemeente, zijn wij ook vandaag niet aan alle kanten als het ware omringd door de getuigenissen van Christus? Hebt u er erg in wanneer u zondags onder de verkondiging van het woord uw plaats inneemt? Dat u als het ware aan alle kanten omringd bent door de getuigenissen van het licht Gods. Het licht dat gekomen is. En dat getuigen dat hier gebruikt wordt doet denken aan een officieel getuigenis. Een verklaring van iemand bijvoorbeeld voor de rechtbank. Iemand die een misdaad heeft zien gebeuren en die voor het aangezicht van de rechter getuigt. Ik heb dit gezien en ik hoorde dat en toen gebeurde dat. Een getuige van Christus heeft het een en ander gezien en gehoord van Christus. Zoals Johannes de Doper hier. En denkt u vanmiddag gemeente aan dat bekende getuigenis uit zijn mond. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En denk aan een ander getuigenis van Johannes. Ik zag de geest op hem neerdalen. Wat een getuigenissen van Johannes. Was dat niet zijn lust en zijn leven soms? Getuige te zijn van Christus. Vriend van de bruidegom. Zijn lust en zijn leven. Broeder van Kooten, getuige van het licht te zijn. Dat zo zondaren worden toegebracht tot Christus. Vastgesnoerd aan hem. En het gaat hier om een getuigenis dat vastheid heeft en dat vastheid geeft. Een getuigenis dat als het ware weet in zich bergt dat ze de waarheid brengt. Gehoor opeist. Dus wanneer dominee van Kooten de schriften mag verkondigen, dan eist hij gehoor op. En dat betekent nog wat meer dan alleen dat u niet zit te slapen in de kerk. Betekent nog veel meer. Gemeente, aan het getuigenis van de Christus kan alleen maar tot geestelijke en tot eeuwige schade gehoor ontzegd worden. Hebt u daar erg in als gemeente? Niemand zegt toch tegen u, kijk maar wat u ermee doet. Met het getuigenis van het licht. Niemand zegt u toch dat u vrijblijvend het woord wat mag aanhoren en weer zo naar huis mag gaan. Niemand toch zeker. Het is een getuigenis en dat betekent dat wij dienaren maar niet hebben te verkondigen wat wij ervan vinden. En dat het in de dienst van dominee van Kooten maar niet gaat over bepaalde gezichtspunten die hij zich heeft eigen gemaakt. Of dat het alleen maar zou gaan in de prediking van het woord over bepaalde gevoelens of gedachten die wij kunnen hebben, die wij kunnen koesteren. Maar dat het gaat om het getuigenis zoals Johannes de Doper het heeft uitgedragen. En zoals het bevestigd is door de apostelen. En zoals het eigenlijk door de profeten al verkondigd is van hem. Dat getuigenis, dat zal klinken in deze kerk, in de bediening der verzoening, in de prediking van het woord. Jawel, en dan blijft het staan dat Johannes zelf heel goed wist wat hij zei. En wie het licht was. Wat is ellendiger dan een dienaar van het woord te zijn. Zonder te weten wie Christus is. Trouwens, wat is ook ellendiger dan kerkganger te zijn. Zonder te weten wie Christus is. Een poosje geleden vertrouwde moeder me toe met de traan in haar ogen. Dominee, het gaat met al mijn kinderen goed. Maar ik vrees wel eens dat ze God niet kennen. Christus niet kennen. Ziet u dat? Johannes weet wie hij is, die na hem komt.
Dat hebben we trouwens ook nodig in de dienst van het woord. Kennis van onszelf, kennis van het mensenhart, kennis van God, van Christus, van het Lam. Maar is Johannes, vraagt iemand vanmiddag, niet de boete prediken? Jawel, maar dat kan toch ook niet zonder elkaar? Getuigen van het licht en boeteprediker zijn. Johannes is inderdaad ook de man van de prediking van de bijl die aan de wortel van de boom ligt. Bijbelse Christusprediking, gemeente, kan ongemeen scherp zijn. En legt het oordeel op ons en op al het ons. Het kan niet anders. Prediking van het licht legt onze duisternis aan de dag. En klaagt er ons om aan. Bent u het daarmee eens trouwens? Dat zo de prediking tot u komt. De Heilige Geest schudt mensen uit in hun verzet en vijandschap tegen de levende God. Bent u het ermee eens? Het kan in de Christusprediking niet anders. Om van het licht te getuigen, zo lezen we dan hier in onze tekst vanmiddag. Dat is duidelijk van wie Johannes te getuigen heeft. Dat houdt ook in dat Johannes verkondigt: buiten hem, buiten Christus, hebt u niets en hebt u niemand om u uit de duisternis, uit de vervreemding van God te halen. Werkelijk niemand. En in dit getuigenis, in deze prediking, komen de diepste levensvragen de orde. Gaat het over de werkelijke nood van mijn leven? En komt de verzoening met God aan de orde door het bloed van Christus? En gaat het over de vernieuwing door de kracht van de Heilige Geest en door het woord? Eigenlijk wel opmerkelijk, gemeente, dat Johannes gaat getuigen van het licht. Was er vanmorgen soms iemand die u moest zeggen dat het licht geworden was? Nee, toch? Of u moet blind zijn. Maar dat zien we toch allemaal, dat het 's morgens weer licht is. Dat hoeft niemand ons duidelijk te maken. En toch gaat het hier over een getuigenis. Hij is het licht. En dat is juist, gemeente, wat hier zo opmerkelijk is. Wij zijn zo verduisterd geworden, dat we van huis uit niet weten wie het licht is. En dat we niet werkelijk de echte nood van ons leven kennen. Of daaraan voorbij gaan in ieder geval. En dat we niet echt weten wat verlossing en heil in Christus is van huis uit. Juist wanneer het licht is opgegaan in Israël, komt in alle scherpte aan de dag wat de duisternis is. Dat zit al in de woorden, de bekende woorden hier. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Geen plaats voor het licht. Waar blijkt duidelijke gemeente wat de duisternis is dan het dichtste bij Christus? En u bent onder de verkondiging van het woord heel dicht bij hem. Want hij wordt aan uw voeten gelegd in de bediening der verzoening. En juist daar, pas op, blijkt het duidelijkste de duisternis in het verzet tegen hem. Johannes komt. En daarom is dat getuigenis ook nodig. Hij komt om te getuigen van het licht, een aanduiding voor de Zoon van God, zo weten we, voor het eeuwige woord. We weten allemaal wat het licht is en dat lijkt heel eenvoudig. Wie zou niet weten wat het licht is? Maar wat bedoelt Johannes hier nu precies met deze aanduiding van het licht? In ieder geval blijken hier in Johannes 1, gemeente, licht en leven onlosmakelijk met elkaar verbonden te zijn. Licht en leven zijn in de Bijbel zo nauw met elkaar verbonden als de duisternis en de dood. En die worden in de Bijbel ook steeds met elkaar verbonden. En wanneer hier gesproken wordt over het licht, dan betekent dat in ieder geval dat Christus het kennis geeft. Wat lazen we ook alweer zo even? Niemand heeft de Vader gezien, maar hij verklaart hem ons. Wilt u God kennen? Dan hebt u Christus nodig. Hij verklaart hem ons. Hij geeft mensen kennis van God in de levende omgang met God. Christus haalt mensen op uit de duisternis van de vervreemding van God. Gingen we ontdekken hoe nodig dat is.
Wat een machtig werk dat is van de Heere, van Christus. Dat ik niet ten onder ga in mijn donker, in mijn waan, in allerlei betovering, in allerlei gedachten die ik van huis uit wat koester. Maar dat ik werkelijk weet wie God is en wie ik ben. Dat ik zal onderscheiden wat de weg tot het leven is en wat de weg tot de dood is. En dat ik zal onderscheiden wat goed is en wat kwaad is. Wat bij God vandaan voert en wat tot God brengt. Ik ben het licht, zo zegt Christus. Staat uw gemeente wel eens voor de vraag, wie bevrijdt mij uit de duisternis, uit die verschrikkelijke duisternis, mezelf haal ik er niet uit. Staat u wel eens voor die vraag. Hij, Christus, is het licht der wereld. En u ontvangt een dienaar van het woord om van hem te getuigen. Om altijd maar weer op hem te wijzen. Of bent u bang dat het werk van Christus bij u tekort schiet? En dat uw nood zo groot is dat het bij u niet toereikend zou zijn? Bent u daar soms te bang? Bent u daar soms bang voor? Zou hij tekort komen in wat hij doet, gemeente? In zijn macht? En in de rijkdom van zijn genade en van zijn ontferming. Het is waar, wij zijn in duisternis gekomen. Of nog beter gezegd, nog wat nauwkeuriger gezegd. Wij zijn duisternis geworden. En hier is een ander nodig. In wie getuigd kan worden, van wie getuigd kan worden dat hij het licht is. Van wie een volkomen betrouwbaar getuigenis gegeven kan worden. En ik zeg dat vanmiddag ook met het oog op de jongeren die hier zijn. Hebben jullie dat soms in je jonge leven ook niet nodig? Een volkomen betrouwbaar getuigenis. Waar je mee leven kunt en waar je mee sterven kunt. Hoeveel hebben de eeuwen door het getuigenis van Johannes de Doper waarachtig bevonden. Het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Hoeveel zijn de eeuwen door, ook in de gemeente van Scherpenisse, de geslachten door, niet neergezonken op het werk van hem die het licht is. En zijn niet beschaamd uitgekomen. Zijn aan de weet gekomen in al de nood van hun leven. Heere, gij zijt het, gij alleen. En Johannes getuigt van hem met een diep verlangen in zijn hart, in zijn ziel. Hij moet wassen, ik minder worden. Gemeente, wanneer dominee Van Kolten hier mag arbeiden in uw midden. En wanneer Christus wast, groeit in de ogen van en de harten van mensen, dan is een dienst niet te vergeefs. Bepaald niet. Johannes was het licht niet, maar was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Dominee Van Kolten is het licht niet, maar hij is een mens gezonden om van het licht te getuigen. Moeten er soms geen mensen ontrukt worden in de gemeente van Scherpenis aan de duisternis van de dood? En moeten er soms geen mensen verder geleid worden in de kennis der zaligheid door woord en heilige geest? Wie zit er verlegen om het getuigenis van het licht, omdat hij meer en meer ontdekt in zijn leven, Heere, ik ben duisternis. Niet, het is zo af en toe een keer wat donker, ja, dat kan ook gebeuren, dat is ook waar. Maar het is ook waar, ik ben duisternis. En mijn ik zit daarom vol verzet tegen de levende God. Wie zit zo verlegen om een waarachtig en betrouwbaar getuigenis van het licht der wereld, van hem die de glans van zijn aangezicht de eeuwen door wil brengen in de duisternis van zondaren. Want onze tekst zegt dan in het laatste gedeelte ook nog het een en ander over het doel van dat getuigen door Johannes de Doper. Opdat zij allen door hem geloven zouden. Er is, gemeente, bij dat getuigen sprake van een bepaald doel. Dat mensen tot geloof zullen komen. Tot het allerheiligst geloof.
Hoe zal dat zijn? We hoorden dat zojuist ook. Of beter gezegd, we beleden dat met de Dordtse leerregels. Hoe zal dat zijn? Hoe zullen mensen smeken tot hem komen als niet van hem getuigd wordt, wanneer niet verkondigd wordt wie hij is? En wat in hem te vinden is voor straatarme goddelozen, mensen die er voor God alles hebben doorgebracht. En hoe zullen mensen tot hem komen wanneer niet verkondigd wordt welke machtige doorboorde handen er bij hem zijn, waarmee hij diepgevallen zondaren weet aan te grijpen en weet te onttrekken aan het geweld van de dood en van de duisternis en van de vervreemding. En wanneer niet verkondigd wordt welke vriendelijke ogen er bij hem zijn, bij de Christus der Schriften. Het woord dat Johannes hier gebruikt doet denken aan tot geloof komen. Dat wil niet zeggen dat je dat getuigenis van het woord niet meer nodig hebt wanneer je eenmaal tot geloof gekomen bent. En wanneer de Heilige Geest het levend geloof gewekt heeft, juist niet. Hoe meer je hem leert kennen, hoe meer je het woord en de verkondiging van het woord nodig krijgt. Of heb ik dat mis? Ik vertrouw het niet, gemeente. Als iemand denkt dat hij het woord niet meer zo hard nodig heeft. Ik vertrouw het eigenlijk helemaal niet. Wanneer die gedachte leeft bij mensen. De bedoeling zal duidelijk zijn vanuit onze tekst. De heraut gaat voor het aangezicht van de koning uit. En waar gaat het om in het getuigenis van de heraut? Dat mensen komen en neervallen aan de voeten van de koning. Hem hulde leren brengen. En weet u hoe u de grote koning het meest hulde kunt brengen? Door verloren zondaar te zijn aan zijn voeten. Daar wordt hij het meest door groot gemaakt. En door verheerlijkt. En wanneer mensen smeken om de vrede van deze koning. Wanneer onder zijn handen verzet en vijandschap gebroken worden voor het aangezicht van God. Johannes getuigt van hem, opdat hij gekend wordt door mensen die zich leren haasten om de toekomende toren te ontvlieden en het eeuwige leven te beërven. Mensen gebracht worden tot de hartelijke schuldbelijdenis. Maar ook in beweging gebracht worden naar hem, naar Christus toe, om bij hem het eeuwige leven te zoeken en te vinden. Dat is toch de bedoeling van de verkondiging, van het getuigenis van het licht. Broeder van Koten, wat is rijker dan als instrument gebruikt te worden in deze dienst? Wat hebben we eigenlijk meer te begeren dan dat, als het erop aankomt? Dan zo gebruikt te worden in zijn dienst. Juist in het Johannesevangelie komt meer eigenlijk nog dan in andere evangelieën de volstrekte noodzaak van het geloof aan de orde. Van het levend geloof. Dat mensen in beweging brengt naar hem toe, naar Christus toe. Want gemeente, alles staat of valt met het levend geloof, omdat alles staat of valt met de levende Christus. En het levend geloof de band aan hem is. Het deel hebben aan hem en aan de schatten van zijn heil. En daarom is het ook verbijsterend wat we hier lezen in Johannes 1. De duisternis heeft het licht niet begrepen of niet gegrepen. Er was geen plaats bij de duisternis voor het licht. Gemeente, wie blijft u over om u zalig te maken wanneer u voorbij gaat aan de Heer Jezus Christus, aan hem die het licht is? Wie hebt u dan nog? Om u te ontrukken aan het eeuwig verderf en u het eeuwige leven te brengen. Christus u vreemd blijft. Wie blijft u over om u het eeuwig behoud te schenken, wanneer u aan hem voorbij gaat en aan zijn werk voorbij gaat? Hebt u dat voor u? Draagt u dat met u mee wanneer u naar de kerk gaat? Of wanneer u de kerk uitgaat? Ook zo meteen. Ja, zegt iemand, hoe kom ik ooit tot dat geloof? Die vraag moet u vooral neerleggen voor hem die het licht is. Hij geeft toch kennis van jezelf, van God,
van de weg tot de zaligheid. Opdat zij allen door hem geloven zouden. Wie zijn dat? Alle mensen, hoofd voor hoofd. Dat wordt er wel van gemaakt. God wil het behoud van alle mensen, hoofd voor hoofd. En het verschil tussen degenen die zalig worden en die niet zalig worden, dat is dan de goede wil van de mens. Maar dat is niet bijbels. Zo wordt het hier ook niet bedoeld. Juist in dit Johannesevangelie komt ook de uitverkiezing nadrukkelijk aan de orde. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. Maar een paar dingen, als het gaat hier over allen, opdat zij allen in hem geloven zouden. Johannes de Doper, laten we daar in ieder geval vanmiddag maar veilig van uitgaan, zocht de zaligheid van al zijn hoorders. Een dienaar van het woord zal weten van de verkiezing. Of beter gezegd, zal de verkiezende God kennen wanneer het goed is. Maar hij zoekt wel de zaligheid van allen met wie hij in aanraking komt. En verder, Johannes had te maken met allerlei slag mensen. Wereldse mensen, hele vrome mensen. En hij heeft ze allemaal het evangelie verkondigd. En alles wat er tussenin zat, tussen fariseeën en sadduceeën aan de ene kant en hoeren en tollenaars aan de andere kant. Hij hoefde niet één groep van hoorders uit te sluiten in zijn evangelieprediking. Hij hoefde tegen niet één groep van mensen te zeggen, voor jullie heb ik geen boodschap, voor jullie heb ik geen getuigenis. Als dienaar van het woord, broeder van Koten, hoeft u ook hier in Scherpenissen tegen niet één soort mensen te zeggen, ik heb voor jullie geen evangelieboodschap. Dat blijkt in onze tekst. En ik hoop dat u weer velen ontmoet, die op bepaalde momenten met de tranen van verwondering in hun ogen belijden, dominee, als het voor mij kon, zeg dan maar dat niemand hoeft te wanhopen. Zal dominee van Kooten er zoveel ontmoeten? Opdat zij door hem geloven zouden. Daar komt weer die gedachte van dat instrument aan de orde. Instrument, vriend van de bruidegom. Het gaat om de bruidegom. Mensen moeten hem toegebracht worden. En ik hoop dat er veel momenten, veel kerkdiensten komen. Waarbij als het ware dominee van Kooten schuil gaat achter de heerlijkheid van Christus. Gemeente, u kunt uw zaak uiteindelijk niet in handen leggen van mensen, van dominees. Kent u er één? Kent u één dienaar van het woord van wie u kunt zeggen, bij hem kan ik mijn ziel rustig in handen leggen? Nee toch, hoop ik. Want uw zaak, uw ziel, is alleen veilig in de handen van Christus. Want bij hem is bloed om te reinigen. En bij hem is de kracht van de Heilige Geest om te vernieuwen. En bij hem is alles wat u nodig hebt tot uw behoud. Maar u krijgt vandaag wel een dienaar van het woord om van hem te getuigen. Zie toe dat u zich niet brandt aan zijn getuigenis. Want je brandt je ziel aan het woord als je het woord veracht. En als je er zomaar overheen stapt. Maar gemeente, onvoorstelbaar en onbegrijpelijk is de macht. En is de ontferming waarmee Christus mensen ontrukt aan de duisternis van de vervreemding van God. Hij zendt vandaag een dienaar om te getuigen. Hij is het licht. En gans geen duisternis is in hem. Amen. Zingen wij gemeente Psalm 36, het derde vers. Bij u, Heer, is de levensbron. Psalm 36, vers 3.
gaan wij nu over tot de bevestiging en lezen wij daartoe eerst het formulier. Geliefden, dit is u bekend, hoe nu tot verschillende keren toe de naam van onze medebroeder Marinus van Kolten hier tegenwoordig openlijk voorgesteld is om te vernemen of iemand wat had, het zij zijn leer of zijn leven aangaande, waarom hij niet zou mogen bevestigd worden in de dienst van het woord. Het is nu al zo dat ons niemand is verschenen die iets wettigs voorgebracht heeft tegen zijn persoon, waarom wij thans in de naam des Heren zullen voortvaren tot zijn bevestiging. Daartoe zult gij, Marinus van Kolten, en alle die hier tegenwoordig zijn vooraf aanhoren uit het woord van God een korte verklaring van de inzetting van het ambt der herders of dienaren van het woord. Alwaar ten eerste valt op te merken dat God, onze hemelse Vader, willende uit het verdorven menselijke geslacht een gemeente roepen en vergaderen ten eeuwige leven, door een bijzondere genade daartoe gebruikt de dienst van mensen. Hierom zegt Paulus dat de Heere Christus gegeven heeft sommigen tot apostelen en sommigen tot profeten en sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus. Daar zien wij dat de heilige apostel onder andere zegt dat het herdersambt is een instelling van Jezus Christus. Wat nu dit heilig ambt is meebrengende, kunnen wij licht uit de naam zelf afleiden. Want gelijk het werk van een gewone herder is een kudde die hem is bevolen te weiden, te leiden, voor te staan en te regeren, alzo gaat het ook toe met deze geestelijke herders die gesteld zijn over de gemeente die God roept tot de zaligheid en houdt ze als voor schapen van zijn weide. Nu is de weide waarmee deze schapen gewijd worden niet anders dan de verkondiging van het goddelijke woord, met de aanklevende bediening der gebeden en der heilige sacramenten. Hetzelfde woord Gods is ook de staf waarmee de kudde geleid en geregeerd wordt. Dienstvolgens is het openbaar dat het ambt van de herders of dienaren van het woord is, ten eerste, dat zij des Heren woord door de schriften der profeten en apostelen geopenbaard grondig en oprecht aan hun volk zullen voordragen en hen toe-eigenen, zo in het gemeen als in het bijzonder, tot nuttigheid van de hoorders, met onderwijzen, vermanen, vertroosten en bestraffen, naar eens iegelijks behoefte, verkondigende de bekering tot God en de verzoening met hem door het geloof in Jezus Christus, en wederleggende met de heilige schrift alle dwalingen en ketterijen die tegen deze zuivere leer strijden. Dit alles wordt ons duidelijk te kennen gegeven in de heilige schrift, want de apostel Paulus zegt dat deze arbeiden in het woord, en elders leert hij dat dat moet geschieden naar de maat of regel van het geloof. Hij schrijft ook dat een herder aan het getrouwe of oprechte woord dat naar de leer is moet vasthouden en recht snijden. Insgelijks die profeteert, dat is Gods woord predikt, spreekt de mensen stichting en vermaning en vertroosting. Op een andere plaats stelt hij zichzelf aan de herders voor tot een voorbeeld, verklarende dat hij in het openbaar en bij de huizen geleerd en betuigd heeft de bekering tot God en het geloof in Jezus Christus. Maar in zonderheid hebben wij een zuivere beschrijving van het ambt van een dienaar van het evangelie in 2 Korinthe 5, waar de apostel aldus spreekt. Al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons, namelijk de apostelen en herders, de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade, wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Betreffende de wederlegging der onzuivere leer, zegt dezelfde apostel, dat een dienaar van het woord aan het woord moet vasthouden om de tegensprekers te wederleggen en de mond te stoppen. Ten tweede is het ander herders de openbare aanroeping van Gods naam te doen vanwege de hele gemeente. Want hetgeen de apostelen zeggen, wij zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord, hebben deze herders met de apostelen gemeen. Waarop de heilige Paulus ziende tot Timotheus aldus spreekt, ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen,
voor koningen en alle die in hoogheid zijn. Ten derde is hun ambt de sacramenten te bedienen die de Heer heeft ingezet tot zegels van zijn genade. En gelijk blijkt uit het bevel aan de apostelen door Christus gegeven en de herders ook aangaande doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Insgelijks in 1 Korinthe 11, want ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. Ten laatste is het werk van de dienaren van het woord de gemeente Gods in goede tucht en orde te houden en te regeren op zulke manier als de Heere Christus verordend heeft. Want Christus, gesproken hebbende van de christelijke straf, zegt tot zijn apostelen aldus: al wat gij op de aarde binden zult, zal gebonden wezen in de hemel. En Paulus wil dat de dienaars hun eigen huis wel weten te regeren, terwijl zij anders niet voor de gemeente God zouden kunnen zorg dragen, noch die regeren. Dit is de oorzaak waarom de herders in de schrift genoemd worden huisverzorgers Gods en bisschoppen, dat is opzieners en wachters, omdat zij opzicht hebben over het huis van God waarin zij verkeren, ten einde al daar alles met goede orde en betamelijkheid mogen toegaan en dat met de sleutels van het hemelrijk die hun bevolen zijn ontsluiting en toesluiting gedaan worden volgens de last hun van God gegeven. Uit deze dingen kan men zien welk een heerlijk werk het herdersambt is, omdat zo grote dingen daardoor uitgericht worden. Ja, hoe gans noodzakelijk het is om de mensen ter zaligheid te brengen, hetwelk ook de oorzaak is waarom de Heere wil dat zulk een ambt altijd zal blijven. Want aldus spreekt Christus zijn apostelen uitzendende om deze heilige bediening te doen, ziet ik ben met u tot de voleinding der wereld. Al waar men ziet wat het zijn wil, dat deze heilige dienst, want de personen die hij daar aanspreekt, konden niet leven tot de voleinding der wereld, ten alle tijden op aarde onderhouden worden. En hierom vermaant Paulus Timotheus, hetgeen hij van hem gehoord had, aan getrouwe mensen te betrouwen, die bekwaam zijn om anderen te leren. Gelijk hij ook dienvolgens Titus, hem geordineerd hebbende tot een herder, verder beveelt in alle steden ouderlingen en opzieners te stellen. Omdat dan ook wij, om deze dienst in de kerk van God te onderhouden, nu een nieuwe dienaar van het woord in de dienst instellen, en tot nog toe genoeg van het ambt der zodanigen gesproken hebben, zo zult u, Marinus van Kooten, antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden, ten einde een ieder mogen horen, dat gij gezind zijde voor zijde dienst, zoals het behoorlijk is aan te nemen. En ik verzoek u dan nu om van uw zitplaats op te staan. En ten eerste vraag ik u of u gevoelt in uw hart dat u wetten van Gods gemeente en mitsdien van God zelf tot deze heilige dienst geroepen bent. Ten tweede, of u de schriften van het Oude en van het Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid houdt en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. En ten derde, of u belooft uw ambt, gelijk dit voorheen beschreven is, naar deze leer getrouw te bedienen en uw leer te versieren met een godzalig leven, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaning, volgens de algemene verordening der kerken, indien gij in leer of leven u kwaamt te ontgaan. Wat is op deze vragen uw antwoord? God, onze hemelse Vader, die u geroepen heeft tot deze heilige dienst, verlichte u door zijn geest, versterke u door zijn hand en regeerde u zo in uw bediening, dat gij daarin behoorlijk en vruchtbaar mocht wandelen tot grootmaking van zijn naam en tot uitbreiding van het rijk van zijn Zoon, Jezus Christus. Amen. Gemeente, ik verzoek u om uw nieuwe predikant staande toe te zingen Psalm 90 vers 9... en dan iets gewijzigd. Ik zal het u voorlezen zoals wij het willen zingen. Psalm 90 vers 9...
Laat uw gena hem met haar troost verrijken en laat uw werk aan uw knechten blijken, uw heerlijkheid niet van zijn kinderen wijken. Uw liefd, uw macht behoed hem voor bezwijken, sterk zijn hand en zegen zijn vlijt, bekroon zijn werk en nu en te allen tijd. Broeder en vriend van Kolten, graag nog een kort persoonlijk woord. Door de kerkelijke verwikkelingen van de laatste jaren hebben we elkaars wat nader leren kennen in deze tijd. En dat liep uit op de vraag of ik u wilde bevestigen in deze dienst. Graag wilde ik aan dat verzoek gehoor geven. Veel zou opgehaald kunnen worden uit de vele gesprekken, vooral telefonische gesprekken die wij gevoerd hebben. Veel ook van de moeite, van de pijn. Toch wilde ik het daar niet al te uitgebreid over hebben vanmiddag. Ik heb het gevoel dat dat niet tot stichting, tot opbouw van de gemeente is. Wat zouden we ook zeggen? In ieder geval moet dit gezegd worden. Dat mag niet verzwegen worden, ook in een persoonlijk woord. Dat de Heere regeert. Mijn raad zal bestaan, zegt God. Dat is iets om ook in het ambtelijk leven te overwegen en weer te overwegen en nog eens te overwegen. Dat het welbehagen van deze God door de hand van zijn knecht gelukkig voortgang zal vinden. Ook in de 21ste eeuw. Wie van ons gemeente kan erbij, kan dat begrijpen. En we mogen dat vanmiddag wel met veel nadruk tegen elkaar zeggen, ook in het licht van alles wat gepasseerd is, ook in de afgelopen jaren. Als Paulus en veel anderen uit de kerkgeschiedenis tot vandaag toe menselijk hun bediening bezien, zeggen ze op bepaalde momenten mislukt. Want zo lijkt het soms in de dienst van degene die van het licht getuigen. Soms lijkt het ook bij Paulus alsof zijn dienst mislukt is. Dat kan heel diep ingrijpen. Rond te lopen met zo'n gevoel. Van Luther kunnen we leren dat we onze ambtelijke dienst niet in het rijk van de glorie, maar in de schaduw van het kruis verrichten. En dat is veelzeggend. En daarin is en blijft er enorm veel waarover wij onze schuld voor het aangezicht van de Heere te belijden hebben.
dat ook. U krijgt, laat ik zeggen, je krijgt vandaag een taak hier. In het midden van deze gemeente. Hoe dat precies zal gaan en met het oog op wie? Wie zou dat kunnen zeggen vanmiddag? Dat hoeven wij ook niet te weten. Maar je krijgt hier in het midden van Scherpenis een vierkante meter op deze preekstoel, op deze kansel, om te getuigen van het licht. En dat is de taak die wij van Gods wegen krijgen. En ik hoop van harte dat deze plaats je lief wordt. Hier in dit oude kerkgebouw. Van harte hoop ik ook dat je vrouw en dat de kinderen rijk gezegend zullen worden hier in Scherpenisse door de hand van God. Het is ook voor een gezin een heel ingrijpend gebeuren. Van het Utrechtse Montfoort naar het Zeeuwse Scherpenisse. Mevrouw van Kolten, u ook veel zegen toegewenst. En ik denk daarbij ook aan de kinderen. Domineeskinderen zijn lang niet altijd te benijden. Maar ook domineeskinderen moeten weten dat de Heer een zegenend God is. Dat ook, waar je ook bent en op welke plaats. Collega broeders, bid voortdurend dat onder uw dienst de koning der kerk zijn voetstappen zet in het midden van de gemeente. Wijlen dominee G. Boer had het eens over het gevaar van een prediking waardoor niemand gedood wordt en niemand levend gemaakt wordt. En misschien kan het dan voor het oog nog wel goed gaan. Dat kan ook nog. Maar het is gezapig geworden. En het is leeg geworden. Het doet niets meer. Daar hebben we voor te vrezen. Voor zo'n dienst. Gemeente, hoort u dat? Daar hebben we als dienaren van het woord en als gemeente voor te vrezen. Daartegenover is het een wonderlijke vreugde te mogen ervaren dat de Heere, wat we vanmiddag zagen, mensen gebruiken wil als instrumenten in zijn dienst. Zoek dat bidden bij hem die zegt, mijn kracht wordt in de zwakheid van mensen volbracht. Mijn wegen zijn anders dan uw wegen, zegt hij. Maar mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En weet dat we dag en dag onze ogen mogen opheffen tot deze koning der kerk, bij wie milde gevende handen zijn. En die ook vanmiddag in deze bevestigingsdienst zijn doorboorde handen wil laten zien aan de gemeente en aan een dienaar van het woord. We hebben het alle even hard nodig om daar gezicht op te krijgen. Ga ook in alle kerkelijke noden en verwarring je weg in hartelijke gebondenheid aan de schrift. En in liefde tot het belijden, het gereformeerde belijden van de kerk. Is Gods arm soms verkort? Is zijn geest soms verminderd in kracht, broeder? Nee toch? Hij is ook vandaag dezelfde. En de koning der kerk vraagt zijn dienaren, moet mijn arm soms te hulp komen? Om u te dragen en om u te zegenen. Hij, deze koning, zij u nabij. Gemeente, omring deze dienaar van het woord voortdurend met uw gebeden. En smeek voortdurend dat door zijn dienst Christus zichzelf heerlijk maakt in het midden van de gemeente van Scherpenisse. De drie enige God zegenen u als dienaar van het woord, als predikantsgezin en als gemeente van nu aan en eeuwig. Dat zij zo. Lezen wij nu het laatste gedeelte van het formulier. Zo heb dan nu, geliefde broeder en mededienaar in Christus, acht op uzelf en op de gehele kudde over welke u de Heilige Geest tot een opziener gesteld heeft om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Heb Christus lief en wijd zijn schapen, hebbende opzicht daarover niet uit bedwang, maar gewillig, niet om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed, niet als heerschappijvoerende over het erfdeel des Heren, maar als een voorbeeld der kudde geworden zijnde. Wees een voorbeeld der gelovigen in het woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid. Houd aan in het lezen, vermanen en leren. En verzuim de gave niet die u gegeven is. Bedenk deze dingen en wees hierin bezig, opdat uw toenemen in alles openbaar worden. Heb acht op de leer en volhard daarin. Verdraag geduldig alle lijden en verdrukking als een goed krijgsknecht van Christus. Deze dingen doende zult gij en uzelf behouden
en die u horen. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. En gij ook, geliefde christenen, ontvang deze uw dienaar in de Heere met alle blijdschap. En houd de zodanige in grote waarde. Gedenk dat God zelf u door hem aanspreekt en bidt. Neem dan het woord aan dat hij u volgens de Heilige Schrift zal verkondigen, niet als der mensen woord, maar gelijk het in waarheid is als Gods woord. Laat u liefelijk en aangenaam zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, die het goede boodschappen. Zijt uw voorgangers gehoorzaam, want zij waken voor uw zielen als die rekenschap geven zullen. Opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende, want dat is u niet nuttig. Dit doende zal het geschieden dat de vreze God zal komen in uw huizen. En dat gij die deze aanneemt in de naam van de profeet, eens profetenloon zult ontvangen en door zijn woord in Christus gelovende, door Christus zult beërven het eeuwige leven. Doch aangezien niemand tot iets van al deze dingen van zichzelf bekwaam is, zo laat ons God met dankzegging hierom bidden. Barmhartige Vader, wij danken u dat het u belieft uit het verloren menselijk geslacht door de dienst der mensen uw gemeente te vergaderen ten eeuwige leven. En dat gij de kerk hier ter plaatse nog zo genadig voorzien hebt met een getrouwe dienaar. Wij bidden u, Willem, door uw geest, hoe langer hoe bekwamer maken tot de dienst waartoe gij hem bereid en geroepen hebt, hem openende het verstand om uw heilige schrift te verstaan en hem sprake gevende tot opening van zijn mond om met vrijmoedigheid de verborgenheden van het evangelie te kennen, te geven en te bedienen. Begaaf hem met wijsheid en kloekheid om het volk waarover hij gesteld is recht te regeren en in christelijke vrede te onderhouden, ten einde uw kerk onder zijn bediening en door zijn goede voorgang toenemen in menigte en in deugden. Verleen hem kloekmoedigheid in alle voorvallende moeite en zwarigheden die hem in zijn dienst zullen ontmoeten, opdat hij door de troost van uw geest gesterkt zijnde en ten einde toestandvastig blijvende met de getrouwe dienstknechten ontvangen wordt in de vreugde zijns Heren. Wil ook aan dit volk en deze gemeente uw genade verlenen, dat zij zich behoorlijk gedragen jegens deze hun herder, hem erkennende als van u gezonde, zijn leer aannemende met alle eerbied en aan zijn vermaning zich onderwerpende, ten einde zij door zijn woord in Christus gelovende het eeuwige leven deelachtig mogen worden. Verhoor ons, o Vader, door uw lieve Zoon, die ons aldus heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, zingen wij nu ten slotte Psalm 122, het derde vers. Psalm 122, vers 3.
Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.